Daags voor het vertrek is het vlaggetjesdag. Tot dusver een specifiek vlaardingsgebruik, voor het eerst nu ook in Scheveningen. En dan gingen ze de haven langs en dan, ja, dan ging je kijken de schepen, nou ja, hoe ze erbij leiden, dat waren altijd, die waren piek en piekfijn. Dat was dan wel eens de upper tenses, die ligt er mooi bij. Het was natuurlijk maar een momentopgave, want als je in zee was, dan was dat over. Dan hoe meer schubbelen dat erop zaten, des te beter het was, want dan ving je vast veel haring. Maar op zo'n manier was het prachtig. Die schepen waren allemaal keurig geverfd. En met de kop aan de kant. Dus de vlaggen die hingen van de voormast tot de achtermast toe. Dus tussen de voormast en tussen de achtermast. En zo naar beneden en voor ook. Ja, dan moest er naar gekeken worden. Dat is het gezicht ervan. Kijk, dat is net als iemand met een mooi pak loopt. De kleren maken de man. En zo was het. En daar waren er zoveel mensen die wouden altijd meevaren omdat alles zo mooi was. Maar dat was natuurlijk maar de buitenkant. Ja. Op de morgen dat de vloot uit Scheveningen vertrekt, is de belangstelling nog groter. Overal langs de haven en tot op de kop van de pier staat het zwart van de mensen die van dit echt Hollandse schouwspel niets willen missen. En vooral als het mooi weer was. Dan was het de drukte van me lang. Ja. Ja, want ja, al de kennissen. Ja. En al die mensen die het erop voeren. Die de vrouwen met de kinderen en die kennissen weer. Achter elkaar varen de 55 loggers uit. 55 zijn het er die Scheveningen als basis hebben. Op hetzelfde ogenblik kiezen ook de loggers uit Vlaardingen, Katwijk en IJmuidenzee. In totaal verlaten ongeveer 200 schepen de havens. Als je dan buiten kwam, nou ja, dan gaf je een 4 of 5 stoten op de fluit. Dat was als goed, daarbij, daar gaat hij. Tot ziens alweer. En dan begon het. Dan begon het. Nou, ze gingen ongeveer proberen op tussen de 56, 56, 30 en de 57ste breedtegraad. Dat kwam allemaal naar gelang uit waar je s'avonds was. De snelste motoren die konden dan iets noordelijker liggen. Maar 56, 30, dan was je ongeveer wel op visserswater. Dan zei je wel er is nou prachtig water, maar dan heb je nog geen haring. Op pure blauwe water, dat was niet visnamig. Dan zeiden we, nou ja, dat is papenwater, dat is kleine makreeltjes, weet je wel. Nou, daar ging je niet vissen, of als je daar je netten uitgooide. En het was ontzettend helder, dat je heel diep kon kijken in de zee. Nou ja, dat is, nee, daar had je weinig moed om, dat je haring had. Maar ja, dan zei je, nou ja, geen moed, vis toch. Ja, die netten moesten toch nog. Ja! Je zegt tegen de jongste, zet de vlaggen maar op. Dat is een sein voor een ander schip die ziet dat je geschieten. En dan komen de mensen boven. En daar gaan we paaien. Dat noemen we de vleet overboord gooien. Dan vragen ze, als het de baas belieft. De baas is dan de schipper die voorop staat. En dan zegt die schipper: paaien maar, op van de heren. En ze gooien dat stuk net gewoon zo overboord. Maar dat eerste net, dat moet uitstaan. Naar voren. En als die dan gerekt is, dan zegt die matroos: staat die gerekt, baas? En dan zegt die schipper: paar je maar, Klaas. Zo is dat. En dan gaat het ene ritje wel achter me ander, motor op achteruit, gaan de netten overboord. De duizendvisserij, of de visserij met de vleet, zoals dat vroeger genoemd werd. Dat is de traditionele vangmethode die door de Nederlanders eeuwenlang beoefend is. Dat was wat we noemen een passieve visserij. Het net dat hangt als een gordijn in het water. De haring die zwemt daar zelf in, steekt zijn kop in de mazen, kan dan niet verder, probeert terug te zwemmen, maar blijft dan steken doordat die mazen achter zijn kieuwen zijn blijven hangen. Hij kan dus niet meer voor of achteruit. Blijft dan in het water spartelen tot het net de volgende ochtend wordt opgehaald en dan wordt de haring eruit geschud. Die techniek is in de 50e jaren, begin 60e jaren, in onbruik geraakt door de opkomst van het trolnet.
En het trolnet, dat is een net wat gesleept wordt door een schip. Dat is een actieve vismethode. Aanvankelijk hadden we alleen maar bodemtrols, dus trols die over de bodem gesleept werden. Later is ook de pelagische trol ontwikkeld. Pelagische trol, dat wil zeggen een trolnet dat op elke gewenste diepte in het water gesleept kan worden. En waarmee de haring dus ook gevangen kan worden als hij niet aan de bodem zit, maar ergens op een willekeurige diepte in het water. En bij de invoering van die trolvisserij, toen ging alle haring voor de bijl. In die tijd mocht je in het Nederlandse binnenwater gedurende een paar tijd in april en in mei mocht je beslist niet vissen. Maar op zee was er geen enkele regel. Dus daar werden de visstapels die commercieel gezien veel belangrijker waren, die werden rücksichtloos uitgemoerd met de trolvisserij. En dat heeft sterk bijgedragen tot de zware overbevissing waarmee we aan het begin van de eind van de 60 jaar, begin 70 jaar te maken kregen. En midden 70 jaar was het zo erg geworden dat biologische onderzoekers in de verschillende landen nog maar één advies konden geven. En dat was een totale sluiting van de haringvisserij op de Noordzee. Een groot deel van de vloot op dat moment is ook failliet gegaan. De schepen zijn opgelegd en tot sloot verwerkt.